Oké, goedemiddag. We zijn bij de klimaatstaking van vandaag. Je komt net van het podium. Wie ben jij? Ik ben Enseline Lennehan. Ik ben van Molukse afkomst. Ik woon en ben hier in Nederland geboren. In mijn moederland was er gisteren, dus ik sta hier met een hevig hart. Van binnen huil ik ook echt. Ik kan wel nu ook janken. Maar de Molukken is Melanesië. En samen met de Pacific zijn wij de eerste bevolking, de gemeenschappen. Onze gemeenschappen worden als eerste getroffen door klimaatverandering. De aardbeving dat 6,8 op de schaal van Richter dat gisteren is geweest. Nu zijn er nog wat kleine aardbevingen. Maar dat komt onder andere, een van de oorzaken voor deze natuurrampen is de illegale ontbossingen voor de palmolie-industrie. En de multinationals komen, krijgen ook door de overheid illegale of niet vergunningen op ook heilig land voor ons. Maar de ontbossingen, daar moet echt een stop onder gedaan worden. Want de bomen houden ons land vast en stevig. Omdat de Molukken bestaat uit, is een archipel bestaat uit duizenden eilanden waarvan ongeveer 80 eilanden bewoond zijn. En al die mensen zijn nu naar hoger gelegen dorpen in de bergen gevlucht om voor angst voor een tsunami of nog een hele heftige aardbeving. Ik sta echt hier voor climate justice, fighten against climate change, het gevecht tegen klimaatverandering. We kunnen dit niet alleen doen. We hebben echt iedereen nodig en daarom ben ik zo blij om zo'n grote opkomst vandaag hier te zien. En dat we ook gewoon op straat gaan